Want dit is vervolg van deel 2, want hij stopt er ineens mee. Dus kijk maar weer verder. Leader kijkt vol spanning naar de gids. Heeft hij iets bijzonders gezien? Poep, roept Sim blij. Sorry hoor, zegt Bram, maar moest ik daarvoor zo vroeg mijn bed uit? Sim hurkt bij een groepje bruine drollen. Dit is poep van een neushoorn, zegt hij. Het dier kan niet ver weg zijn. De drollen zijn nog vers. Lieter gaat meteen heel goed rondkijken. Bij die bosjes beweegt iets, zegt ze. Sim stapt vlug in de auto en start de motor. Daar, zei je, en dan gaat hij zomaar van het pad af. Hij rijdt door het hoge gras. Mag dat wel? Ze vraagt mama. Sim draait zich om en lacht. Jullie willen toch wel een neushoorn zien? Zeker weten, roept Bram en Lieter. Ze rijden over hobbels en door tuinen. De wagen schudt heen en weer. Links is een meer. Rechts groeien bomen. En dan ineens ziet Lieter ze staan. Een grote en een kleine neushoorn. Ze zijn indrukwekkend en grappig tegelijk. Sim stopt en de motor slaat af. Lieter hoort alleen haar eigen hart nog bonken. En het klikje. Als papa een foto maakt, ze kijken wel een half uur naar de neushoorns. Tot de dieren tussen de bomen verdwijnen. Dat was leuk, fluistert mama. Ik ben toch blij dat ik mee ben gegaan. Wij zullen ook maar eens gaan, zegt Sim. Hij draait de sleutel om en daarna nog een keer. Die auto start niet. Oké, dit was het. The cheese stands alone. Dit was de...